Goedemorgen, het is zondag. Het is 4 uur. En ik heb denk ik 2 uur geslapen. Ik word de hele tijd wakker. Niet te vlug missen, niet te vlug missen. Stress alom en hoofdpijn en alles. Maar we vliegen zo meteen door naar San Francisco. We zijn bijna zover. Laatste dingetjes inpakken. Dit is de laatste keer dat ik in mijn leven met een duffelbag reis. Ik hou mijn hart gewoon vast voor deze trip. Ik heb weer zoveel mogelijk handdoeken en dingen overal omheen gelegd. En alles in Ziploc baggies. En maar hopen dat het helemaal goed gaat. Bammer dat hij kapot is ook gewoon. Ik vind de badkamers in Amerika zo cool. Dat is een hele grote spiegel. Echt huge. Oh, trouwens, ik heb alleen maar BB cream op. Dat is het enige wat ik mee heb met lipbalsem. Dus dit is zeg maar mijn look van deze hele reis. En ik hoop dat mijn huid een beetje... Nou, misschien een beetje beter wordt ook en zo, want het is weer heel erg. En we zijn weer ingecheckt. Yay! En we lopen nu door het winkelcentrumpje. Met de Gale Zeevoet. Legal Seafood. En daar zijn de eetentjes. Het is... hoe laat is het nu? 6 uur. Ja, nou, bij 6:15 of zo. Ja. En wij moeten... Ja, wat zullen we zo'n bijtje nemen? Philly steak? Ja, Wendy's? Ja, Pinkberry? Pinkberry en stuutje. Je ziet de healthy choices. Er is ze mee, maar nee. Geen dingen die wij in Nederland ook hebben. We hebben besloten om voor Wendy's te gaan. Een breakfast. Dit is een all natural lemonade. Ik moet zeggen, het is wel echt citroen met water. En dan hebben we 2 van die ontbijtbroodjes. En als we het op kunnen nemen, nog zo'n cheese ding misschien mee of zo. Zo'n Philly cheese ding. Dit is Foefjes ontbijtbroodje. Met chicken. En dit is mijn panini, een soort tossie gewoon. Ik heb de eerste. Er is wat tijd voorbij en we besloten toch nog dit te proberen. De Philly cheesesteak. We gaan nu 5 uur vliegen en Amerika, hoe heet het nou, US Airways. Kennende, denk ik dat dit onze enige maaltijd wordt tot aan het avondeten nu. We zitten in het vliegtuig en we hoorden net mensen zeggen dat het inderdaad geen eten is. 6 uur durende vlucht. Zonder food. Ik kan je stoel niet achter. Kan je stoel niet achter doen? Jawel, hier is een knop. Wat? Zijn die meneer achter ons ook? Nou, wat even uitslaan. Ik wil een kussietje ertussen. Kan ik wel zo slapen. Ik heb net in mijn boekje zitten schrijven. En Foefje heeft geslapen. En hij heeft net bedacht. Nee. Jij hebt wel geslapen. Ik heb gespeeld met... Oh ja, je zat een spelletje net spelen. En nu zei Foef ineens... Laten we dat ene spelletje weer doen met die vakjes. Ik zei dat niet eens. Ik zei laten we dat spelletje doen. En toen is je dit aan en ik zei... Dat hebben we zo lang niet meer gespeeld. Dus dat je allemaal streepjes zet om de beurt. En dan wie een heel vakje heeft, die mag hem dan zeg maar zijn letter erin zetten. En nee, doorkrassen met de kleur. Ja, of doorkrassen met de kleur of letter. En dan ben jij de winnaar, zeg maar. Wie de meeste vakjes heeft. Inderdaad, ben ik de winnaar. Nee, ik. We hebben het nu al verpest. Qua kleurtjes dan. Ik wilde met groen gaan spelen. En toen maakte ik van, nee, ik maak de hele dat cirkeltje met groen. Nee, dat vakje, dat is geen shirt. 36 kleuren. Ja, vakje dan. Ja, nee, ik doe het met groen. Maar ik wil groen zijn, nee, dat kan niet. Oké. Maar, wat is nu het ding? Dus wij de hele tijd onze beurt zo streepje zetten. En toen zei ik eens, wacht even. Het maakt toch echt niet eens uit welke kleur de streepjes zijn. Het gaat erom dat als je een vakje hebt, dat je dan je letter of je kleur erin doet. Dus pakten we zwart. Dus toen dachten we, laten we dan gewoon vanaf nu, anders lopen we ook niet de hele tijd met zwart doen. En toen hadden we zwart gezet, dus even op. Ja, maar eigenlijk moet het groen zijn. Eigenlijk kunnen we ook met groen. Wauw. Ja. Niet alleen heeft hij gewonnen, hij heeft ook nog dit eronder geschreven. Dit hadden we zo mooi vol kunnen spelen. Dat gaan we ook doen. Dat wordt toch allemaal goed. Zo dan? Zo klaar? We zitten in de taxi, we gaan naar het hotel. Het is 12 uur. We hebben nog even over de tassen iets gezegd en zo. We krijgen dat vergoed, een nieuwe tas, gelukkig. En verder voor de delay, zeg maar, dat we zo eigenlijk bijna een hele dag missen. Of 3/4 dag. Ja, maar dat wordt zoveel moeite. Ja, dat moeten we vanuit Nederland doen.
opgenomen in onze kamer, in ons hostel waar we verblijven. Dit is hoe het eruit ziet, twee persoonsbedje. En dit is de rest van de kamer. Het is echt super cute. En we zagen dus net op dat dingetje staan, dat als je langer dan 4 weken hier wil verblijven, bla bla bla, kost het zoveel. Toen zei ik, wacht, zijn er mensen die hier langer dan 4 weken verblijven? Toen zei ze, ja, er zijn mensen hier al jaren wonen. 20 jaar ook, mensen. Echt, wow. Dus, en we lopen net door de gang en we zien ook gewoon iemand die heeft dit is zijn appartementje, zeg maar. Ja. Dus dan douche je gewoon in de douchedinges en dan woon je in dit dingetje. Ja, dat is heel cool. Heel cool, ja. En dit, hier staan onze spullen dan. Ja. En dit cute televisietje. Oh. Nou, wij slapen hier eigenlijk 3 nachten, maar inmiddels 2 nachten. We hebben petjes gekocht trouwens. Toen we in Philly waren op het vliegveld. Kijk, deze en deze. Want we hadden allebei geen petjes of hoofddeksels of zo. En dat hebben we dan. Ja, bandana. Ja, bandana, maar gewoon echt een soort hoed. We zijn in San Francisco. Oh, wauw. Ja, vet. Normaal spring ik het liefst gelijk onder de douche, maar... We hebben geen slippers mee. En we moeten toch wennen. Ja, we moeten even wennen aan het feit dat we niet veel gaan douchen. Dus we gaan nu even wat dingen kopen die we nog nodig hebben. Zoals slippers. En straks dan maar vanavond onder de douche of zo. Wij zijn hier overigens eerder geweest. Vorig jaar op roadtrip. Toen begonnen we in Oakland. En toen zijn we niet hier. Nee, nee, we zaten in een ander deel. Ik moet zeggen dat we toen niet heel erg veel van San Francisco nee. hadden. Nee, nee. We zijn naar Alcatraz gegaan. En ja, naar de pier daar. Oké, check hoe vet. En die straat. Awesome. We hebben bij Starbucks wat lekkers gehad. Ja, is die goed? Ja. Alleen. Oh. Oh, poepje. Kleintje poep. Het is hier 2:30 en in Nederland is het 22:30 s'avonds. Dus... En in Philadelphia is het 4:30. Ja, dus we zijn helemaal soort van in de war, maar ik denk dat het wel goed moet komen. Oeh, ja. Dat is de winkel. Ik denk dat het goed moet komen, want we hebben best wel goed geslapen ook en zo. En gisteren en met het ontbijt, dus we hebben echt heel erg in Philly goed ontbeten. En een bak met suiker en met cafeïne. Ja, nu hebben we dan koffie en dan gaan we nu even lunchen. Wel echt op de tijd van San Francisco al. Dat schijnt de tip te zijn. Je moet gelijk goed eten op het ritme en dan... Blijft dat er goed in, dus. We zijn bij Ziggy's Burgers naar binnen gelopen. Dit is het menu. We hebben hier nog nooit gegeten, maar hebben we maar. Kijk wat ze hier hebben, kinderen. Hier is het... Zijn het is dan... legaal, of niet, het is illegaal hier. Nee, het is illegaal, ja. En maar... de meisje dacht dat ook. Wat ik vroeg gedaan heb, van, het is toch illegaal hier? Zei. Ja, dat dacht ik ook. Die ook, maar zij zei, ja, wij hebben het hier wel. Als enige. Het eten is er. Grappig, ze doen de pickles ernaast. Dat kan je zelf kiezen. Dit is hem. En we hebben 1 portie sweet potato fries. Is lekker? Wij gaan even naar CVS. Dat is een pharmacy. Kijken of ze wat dingetjes hebben. Niet beautyproducten kopen, maar echt dingen die noodzakelijk zijn. We staan in de CVS. Kijk die buckets of ice cream. En Foefje's favorite, Reese's. Ik zit te kijken of ze een kleine hebben voor me. We zijn eventjes op zoek naar neusspray. En dit is gewoon alleen al dit allemaal... Is gewoon oogdruppels. Zo'n hele aisle. Ik kan het weer niet laten hoor. Oh my god, 50% korting op Wet n Wild ook. Ik zie allemaal dingen die ik wil. Maar ik mag voor mezelf alleen op de laatste dag na Burning Man dingen kopen. Want anders gaat het nu mee. En dat zou gewoon zonde zijn van de ruimte in mijn tas ook. Zo. Oh, het is zo leuk. We zitten even te kijken naar de poster dingen. Waarmee we dus gaan lopen straks. Dit is wel oké. Okay. We kunnen deze dan zo door midden. Ik heb dan perfume service. En Foef heeft freshen up service. Met deo. Stempels of zo. Ze hebben wel heel veel leuke dingetjes. Oeh, misschien moeten we nou... Nee, laten we dit bij die Office Depot dingen. Daar zal het ook wel goedkoper zijn. Ja. En harder karton hebben ze wel. Want dit is best wel een beetje dun. We zijn in de Comfort Store. En ik heb net schoenen gekocht. Want ik kan niet meer lopen op die schoenen die ik mee had. Mijn voeten zijn helemaal kapot. En op zich is het wel ook wat voor de playa. Even kijken naar de rugzakken. Is het wat? Ik vind dit wel leuk. Met zo'n... Of die zwarte. We zijn nu echt in de shopping street. En het is hier best wel druk. En echt alle grote winkels zitten hier. We gaan even naar Adidas. En er zijn hier superveel daklozen. Die, volgens mij de meeste daklozen van heel Amerika. Ja, of misschien nu Detroit. Ik weet niet of dat zit, maar...
Over het algemeen was het wel hier zo. Ja, het is echt heel sneu. Het, dus we hebben ook al onze spulletjes die we niet meer houden. Ja, die gaan we hier allemaal weggeven als we terug zijn van Burning Man. En we hebben gekocht een rugzak omdat mijn kapot was. En twee caps voor water. Wat hadden we nog meer? Wat hadden we meer naast die caps? Oh ja, sokken, vervoekje en we doen alles nu in de rugzak. We zitten in het winkelcentrum, we hebben allemaal dingen gekocht bij de H&M, kleine dingetjes. En een juice bij Jamba Juice gehaald. Ja. Het is nu 6 uur denk ik bijna. We zijn om iets van 12 uur begonnen. Het is zo'n non-stop shop sessie. Ik ben weer in de hemel, Victoria's Secret. Ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n honger, maar we zijn op aanraden van een van jullie bij de comments. Die zei dat Super Duper Burgers, dat die de allerbeste burgers heeft van wat ze ooit heeft gegeten in Amerika. En toevallig liepen we er langs. Echt, we liepen er langs en ik zat de comments te lezen en ik zat te staan. En eigenlijk heb ik niet zo'n honger. Ik denk dat we moeten, het is 7 uur namelijk, dus we moeten gewoon iets van de avond mee hebben. Dus we hebben allebei een burgertje genomen. Lekker merken. En we gaan dat nu eten, ik ben benieuwd. Zo ziet de tent eruit. En dit zijn ze, de burgers. Ze zijn niet zo groot. Op aanraden van een... Ja, dat heb ik al gezegd. En de cookies and cream shake, wat vroeg je? En? Approved? Heel zo, dit is echt goed. Klein beetje. Ook nog maar, ik vind hem wel lekker. Ik ben niet zo van de shakes en ijs en zo. Hij is wel lekker. Oeh, de burgers. We hebben hem op, eerlijke mening. Hij is echt, ja, is echt, echt lekker. Niet zo lekker als Five Guys, of jij van wel? Nee. Maar het komt echt wel heel erg in de buurt. Een goede als je in zo'n fysico bent om daar te eten. Als Juniors is hier in de buurt. Oh, stop. Ik ga echt ook. Ik moet inmiddels bij de kussen. Ik heb het niet te veel gegeven. Morgen. Maar ja, we gaan dus allemaal salarische, vegetarische dingen eten op de vrije. Ja. Alleen maar vegetarisch. Alleen maar. Dus dat is wel. Dit is eventjes Yes America, maar voor mij is het wel niet klaar. Voor nu al, voor vandaag. We zijn nu op de kamer met alle shoppingbags. Nu ligt het wel echt vol. En een televisie. Yeah. We hebben dus een paar dingetjes gekocht. En ik heb onder andere deze slippers. Ook om hier te douchen. Kijk, watermeloen en dan met laagjes. We zitten de PMA's te kijken en ik ga nu mijn parfumbord maken. Kijk, die gaatjes boven. Dit wordt mijne en die wordt van Gregor. Ik heb mijn bordje af. Perfume service. Ik dacht nog eerst om iets met glitter en zo te doen, maar dat zou toch alleen maar moe worden. Dus ik laat hem zo. We gaan slapen. Wat rusten. De rest is volgeboekt. Dus wij moeten nu in Philadelphia gaan slapen in nacht. Maar dat is nog niet alles. Wel nee. Dit is hoe mijn tas eruit ziet.